Dit deuntje blijft gewoon geweldig. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie in echte shape. In de vorige aflevering hebben we de friendly creatures gedaan en zijn we er een beetje achter gekomen hoe vriendelijk dat sommige kunnen zijn en hoe dat de gevaarlijkste vijand, zeg maar, random encounter hoe dat die eruit ziet. Dus even kijken, we moeten dus zeg maar naar Zuid van Ibsen's Castle. Oké, Zuid van Ibsen's Castle, daar gaan we nou naartoe. Dus ja, in deze aflevering dus weer een beetje storyline. En ik heb Erwin eventjes in mijn party gedaan, omdat we gaan Erwin nodig hebben. Nou, volgens mij zit Ibsen's Castle. Tenminste, ja. En dan Zuid van Ibsen's Castle. Dus moet hier ergens. Ah, hier ja. Nou, hier hebben we al gisteren even langs gevlogen. Maar als we dus zeg maar hier dicht komen, dan komen we bij de Water Shrine. En drukken we dus op rondje en krijgen we een cutscene. Weten jullie zeker dat jullie veilig zullen zijn met jullie tweeën? Jij bent degene die heeft voorgesteld om op te splitsen. Wat? Heb je geen vertrouwen in mij en Zelda? Het is niet dat ik geen vertrouwen in jullie heb, maar Jij wou alleen maar met Zelda samen zitten, of niet soms? Je kunt beter gaan. We moeten alles namelijk tegelijkertijd doen. Ah, je hebt gelijk. Dus waar ga je dadelijk naartoe en wie drop je daar neer? Mijn kracht is bovenop een vurige berg. Ik denk dat ik Wilma B en Destiny daar naartoe stuur. Oké, dan. Nou, ga weg. Laat ons op de dames niet wachten. Oké, ik zal snel terugkomen. Dat de mannen weg zijn, kunnen we alle vrouwenpraat doen die we willen. Meisjespraat? Oh, sorry. Meisjespraat? Oeh, verkeerde stem. Mijn excuses. Oké, dus zoals je kan zien, die zijn dus nu even tijdelijk uit ons team. Nou, dit gebeurt dus zeg maar bij alle locaties die we gaan. En daarom heb ik gisteren er nog niks aan open gegooid, omdat we wou eigenlijk alle teams hebben. Goed, dus de volgende die zit op een vurige berg. Nou weet ik toevallig dat er een vurige berg zit op het ijscontinent. En het gevaarlijke van het ijscontinent is die vurige berg waar ze het over hebben. Dat is bij een vulkaan. Nou moet ik heel eventjes nadenken. Oh, daar was hij al. Het is handig als je er zo eventjes gelijk overheen vliegt. Kijk, hier hebben we hem toevallig. De Fire Shrine. Kunnen we heel even een upward shot krijgen? Juist, heel mooi. Goed. Dus we nemen daar Wilma B en Destiny mee. Nou, die konden het niet zo goed vinden, dus ik hoop dat ze niet te veel ruzie gaan maken. Oh, we raken oververhit. Gewoon een klein beetje dichterbij. Sipi, het hele ritter die gaat die vermaakt eigenlijk de motor als we dichterbij komen. Oké, nou, we krijgen jullie nog iets dichterbij en dan moeten jullie gelijk daar naar binnen toe. Waarom moet ik met haar? Oh, sorry, wou je met Shawnee? Nou, succes! Oké, de volgende is achter een tornado. Leroy G en Erwier lijkt me niet zo'n slim plan. Ik denk dat de touwler Leroy G maar moet gaan babysitten. Babysitten. Nou, het nadeel is die achter een tornado, oftewel een wind shrine. Die weet ik niet uit mijn hoofd, dus daar wil ik heel eventjes de hint van lezen. Nou, mocht je er zelf dus niet uit kunnen komen, dan kun je dus altijd gaan vragen aan wat onze volgende destination is. Dan zegt hij ook onze dus Southeast, oftewel Zuidoost van Oilbert. Oké, dus Zuidoost van Oilbert. Oké, dat is het enige wat we hoeven te weten. Dus we moeten naar Oilbert toe. Oil. En dan Zuidoost. Oké. Dus dan gaan we even richting Oil. Dat is hier. En dan moet hij er zuidoosten van zitten. Maar oké. Zal wel niet moeilijk te vinden zijn. Dus ik zet de kaart eventjes aan zodat jullie zien waar dat we naartoe gaan. En zuidoost is, even kijken, als hier dadelijk ergens Oilbert zit, moeten we dus in zijn achteruit. Oké, daar hebben we Oilbert. Hier hebben we Oil. Toch? Dus, ja. Oké, dan moeten we dus naar het zuiden. En dan een beetje naar het oosten. Dus die kant op. Ah, kijk, hier is de Wind Shrine. Nou, het is daar nogal winderig. Logica is mijn broodje gezond, verstandig is met mijn boter. Oké.
Wow, die wind is sterk. Ja, het is de windschrijn, dus ja, ik denk dat het beschermd is door sterke windvlagen. Dus wees voorzichtig om niet weggeblazen te worden. Ach, je hoeft je helemaal nergens geen zorgen te maken over weerstandhouder. Volg mij maar. Oké. Zie, er is niks aan de hand. Echt waar niet? Oh, meneer Houler. Ja, jij bent in orde omdat je dat roestige armor vast hebt. Oké, laten we samen lopen zo. Objection! 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 Vraag mij gewoon of we wel in orde zullen zijn. Maar ik ben met Arrier. Ik moet me meer zorgen maken over mezelf. Woepsie! We moeten de equipment eventjes zien en kijken wat de Blue Magic Arrier kan gebruiken. Mijn kracht zit beschermd onder de schuddende grond. Oh, ik heb weer een slecht gevoel over. Dus ja, ik heb de equipment al een beetje gecheckt. Dus voor Arrier hoeven we niet bang voor te zijn. Het enige waar je dus zeg maar voor uit moet kijken is dat je niet op een level 5 of multiple van level 5 zit. De reden hiervoor is op het moment dat jij op level 5, 10, 15, 20, 25 en zo verder. Dan heb je een hele... een zware tijd voor je. Even kijken, waar zit hij? De Desert Palace Southwest. Ofwel Zuidwest, oké. Zuidwest van de Desert Palace. Nou, die zit op dat is waar we Kuja hebben bevochten. Maar ja, hij heeft dus zeg maar de vijand die we moeten gaan verslaan. Die heeft level 5 dead. En op het moment dat jij dus zeg maar in die categorie zit. Dan ga je een hele moeilijke tijd tegemoet. Oké, de Desert Palace en dan Zuidwest daarvan. Dus ja... En voor de mensen die willen weten hoe lang dat dit spel nog doorgaat, we komen echt bij een eind. Dus we zijn heel dicht bij het eind, laat ik het zo zeggen. Wel mooi zo over de zee in te vliegen. Ik moet zeggen, dat is heel erg ontspannend. Oké, is dit het niet hier? Oeh, schuddend. Ja hoor, we hebben het gevonden. Oké, nou, wij zijn dus in de Earth Shrine en de andere drie die zijn in de andere shrines. Je zult altijd alleen de Earth Shrine zien, de andere vier, drie shrines zou je dus zeg maar niet zien. Ah, Zepi, jij wil met mij gaan. Ja, nou, ik ben een beetje zit vast met degene die overblijven. Je hoeft niet uit te leggen, ik zo blij. Er is een oud gezegde in mijn volk. Overblijfselen zijn goed. Ja, laten we maar hopen dat we de goede dingen kunnen vinden in deze grot. Het is misschien vol met voedsel. Oh, dat was een reden waarom. En weer, ik heb niks tegen jou, maar serieus, jouw karakter is zo raar af en toe. Oké. Is niemand hier, is leeg. Ja, nogal ja. Oké, dan moet je dus zeg maar goed opletten. Huh? Wat is er mis? Schudde de grond nou net? En nou moet je dus zeg maar op het juiste moment als je een uitroepteken ziet, moet je dus op kruisje drukken. Waardoor dat je dus zeg maar verder kan gaan. Deze plek is leeg! Het is te stil. Waarschijnlijk zijn ze bang van ons en zijn ze weggerend. Ik hoop het. Haha! Ik haat het wanneer dat je me bang maakt of zo. Serieus, dat is waarom ik me altijd zorgen maak om jou. Waar heb je het over? Oh, niks. Het is gewoon dat ik heel veel aan me gedacht heb en... Huh? Hok ik uit! Yikes. Wij waren bijna zo plat als pannenkoek. Ik hoop niet dat er meer van deze zijn. Zelda, alsjeblieft zorg ervoor dat je veilig bent. Wat? Het is een val. Wees voorzichtig. Huh? Ja, hou. Laten we gaan, Joni. Het lijkt wel de hagelstenen die gisteren in Nederland zijn gevallen. Wacht even, dat zeg ik nou gisteren, maar het is... Even kijken, het is vandaag woensdag, denk ik. Dus die zondag zijn gevallen. Dank je. Aha, dit is waar we de spiegel moeten plaatsen. Oké, even kijken, zijn we allemaal volledig geheeld? Serieus, je hebt maar 1400 HP. Oké. Laten we de spiegel plaatsen. Ik was aan het wachten voor jou. Huh? Dat was een beetje te makkelijk. Het zal wel teleurstellend voor jou zijn. Nou, ik plaats de spiegel hier. Huh? Wilma, sta terug. Hallo. Het is zoals Kutje zei. Hij zou dat er indringers zouden komen. Hallo. Serieus, werk jij voor Kutje? Hij is niet goed persoon.
waarom jij werken voor hem. Nee, wij zijn de wachters van Terra. Wachters van Terra? Ja, wij zijn de wachters van Terra, met de kracht van Terra zelf. Wat is Terra? We zijn niet hier gekomen om Guardians te worden, om te praten met stervelingen. Wij hebben het plezier om jullie zinloze levens te eindigen. Laat maar eens zien hoe krachtig je bent dan. Dus je weet dat je niet, maar je denkt dat je mij dat iets zou kunnen helpen. Ik ben niet red van je, ik ben maar een Guardian. Stom. Wat? Serieus. Gevechten uitvoeren met wilden, met vreemden, in een plek als deze. Ik kende iemand die zo was. Hij is een loser. Hij heeft geweigerd om groot te laten zien hoe dat hij zijn kracht kan gebruiken. En daarentegen zoekt hij nou mensen om mee te vechten. Destiny? Wat? Waar heb je het over? Ik laat je laten zien wat hij bedoelt. Interessant, waar je zult er spijt van krijgen. Zijn jullie nu al klaar? Zulke vervangelingen. Jij! Objection! Hij is te snel, serieus. Ik kan niet een doel vaststellen met mijn magie. We kunnen hem niet aan met alleen ons tweeën. Mestertouder, objection! Een echte man geeft nooit op in een gevecht. Maar luister nou eens even. We kunnen deze monster aan, serieus, als we samenwerken. Dus, wie van jullie sterft er eerst? Huimand! Objection! Ik zal je verbannen! Wat? Mestertouder, ik zal proberen hem vast te houden en dan val jij hem aan met zijn magie als ik hem vast heb. Maar wat als ik mis? Serieus? Ik vertrouw je, Touder. Oké. Aanvallen! Objection! Kutja zei dat er 8 ratten zijn. Ja, sorry, het is maar de 2, dus heb je een feest voor ons of wat? Ja, geen probleem. Wij eten alles. Ah, dus jullie denken eventjes alle 4 de shrines tegelijkertijd te pakken. Wat zinloos. Dat zullen we nog wel eens zien. We moeten eerst voedsel beginnen voordat we we moeten voedsel eten voordat we opgeven. Oké, jullie lagere levenvorm. Wat willen jullie doen op Terra? Dat weten we nog niet totdat we daar komen. Dus maak gewoon die deur open. Dat is een stuk makkelijker. Ik wil voedsel vinden daar. Dat is mijn les die ik leer om over de hele wereld te reizen. Goed. Ik zou jullie het echte betekenis laten zien van angst. Ja. Tadaa! Nou, zoals in elk gevecht kunnen we dus zeg maar weer steel gebruiken om zijn items te jatten. De andere 3 battles zullen volledig automatisch gaan, dus helaas hoeven we niet tegen die beesten te vechten. Is ook geen mogelijkheid, zover dat ik weet. Dus wij zitten alleen maar opgescheept met dit doodeltje. Nou ja, we hebben net de ergste vijand verslagen, dus zo erg zou hij niet kunnen zijn. Wat ik zeker wil doen is eventjes gelijk beginnen met een... waar sta je? Even kijken, Mighty Guard. Op het moment dat we Mighty Guard hebben, dan hoeven we namelijk geen zorgen te maken over zijn aanvallen. Steel kunnen we gelijk eventjes weer gebruiken. Ik weet niet of ik iets net kon stelen. Maar ja, zoals ik al zei, Mighty Guard is degene die je dan wil gebruiken. Double Slash. En Erwin die heeft al behoorlijk veel schade opgelopen door nog geen 2 klappen. En hij heeft Trans die totaal waardeloos is tegen de Boss Battle. Oké, nou. Ik heb niet iets om te healen, dus... Avenger hebben we gestolen. Nou, dat is altijd handig. Earthquake. Oh ja, nou ben ik er. Nee, nou ligt hij echt plat. Ik kreeg er geen schade van. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oké, hij heeft niks meer. Dus nu is het een kwestie van aanvallen, aanvallen en aanvallen. Maar dan wil ik niet in mijn uppie gaan doen. Erwier, die staat bij mijn team. Dus Erwier, dankzij jou sta ik nog overeind. Dankzij jouw Mighty Guard. Denken we. En we hebben gewoon even jouw hulp nodig. Oké, dat deed niet veel schade in verband met de protectie die we hebben. Phoenix down. Oké, ja, jij bent nog steeds in trance, maar jij moet echt eerst even healen. Oh, en gelukkig hebben we auto heeft niet op. Oké, gaaf. Doe maar even een lapis lazuli op omgooien. En doe jij maar een aqua breath. Doe maar iets. Ik hoop dat dit een beetje goede schade doet. En dan kunnen we gewoon weer verder aanvallen. Ik geloof niet dat hij heel veel HP... Wow! Heavier! 7000! Alle de...
gekke dingen die ik over jouw karakter heb gezegd, die neem ik terug. Oké, Ferrara doet het gelukkig niet. Doet die nog eens een keer, Aqua Breath. Zo, dat heeft veel schade. Ik weet niet waar in één keer zoveel schade van komt. Misschien dat je in trance bent of zo, maar... doe dat nog eens. Mis. Daar hebben wij niet afgesproken. Daar heb ik problemen mee. Je deed net 7000 schade en de tweede keer mis jij gewoon. Waarom? Hier heb ik problemen mee. Maar ja, we proberen gewoon nog een keer. Aqua Breath. Oké, krijg er geen schade van. En weer die eenmaal 939. Wij slaan jou nog een keer. Op je bekje. Oké, nou niet missen. Gewoon 7000 schade doen. Daar ben ik blij om. Oké, ik heb geen vertrouwen meer. Misschien dat we frontdrop kunnen doen omdat we over de 50 kickers hebben. Want dat is een sidequest die ik nog namelijk moet doen. Dus ja, misschien. Ouch. En weer serieus. Dat was maar een blizzard aanval. Ik hoop dat niet bang voor te zijn. Ik bedoel serieus. Nou ja, Phoenix down er maar weer op. Nou, dat doet ons geen schade. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik hou van die aanval. Phoenix down. Oké, nou ik denk dat ik eerst even aanval met jou. Lapis, go. Aanvallen. Oké. Ja, het hield gewoon 4200, maar hij heeft niet meer dan 1000. Ja, eigenlijk 1400. Maar. Maakt niet uit. Hé, hij is verslagen. Mooi. Dus we hebben zijn items kunnen stelen. We hebben hem kunnen verslaan. Zo moeilijk is deze baas echt niet. Omdat je maar met z'n tweeën bent. Daar hebben ze rekening mee gehouden. Dus ja, je krijgt er toch wel weer wat AP voor. Dus yay. Phoenix Finion. Leuk. Ik vind het geld wat we krijgen leuker de deur. Oké, klaar. Ik vraag me af of iedereen in orde is. Ja, ik weet zeker dat ze wel op ons aan het wachten zijn op dit moment. Dus laten we teruggaan naar het luchtschip. Ah, frisse lucht eindelijk. Zeepie is ongelooflijk. Vraag om ons vrouwen om zo'n monster te verslaan. Oh mijn hemel. Wat is er mis, Joni? Ik ben helemaal vergeten dat we ook helemaal nog in ons eentje zijn. Ja, maar wat is er dan? Er is een vraag die ik jou wil stellen. En ik heb al heel lang zitten wachten op een kans om je dit te mogen vragen. Geef me een eerlijk antwoord, oké? Nou, je moet eerst de vraag stellen voordat ik een antwoord kan geven. Hou jij van Zeepie? Wat? Maar waarom? Je moet me antwoord geven. Hou je van hem of niet? Hé, het is de luchtschip. Zeepie is terug. Oh. Zei je iets, Zelda? Laten we gaan, Joni. Hé, wacht! Dat is niet eerlijk! Ik serieus, Joni, waarom elke keer die vraag? Nou, nadat we alles en dat we iedereen hebben opgehaald, kunnen we dus naar Shimmering Island. Hé, hey, Destiny, ik wist niet dat je hier was. Dus we gaan allemaal naar Shimmering Island en dan naar Terra. Yep, het is vlakbij Esto Gaza, dus het zal niet lang duren. Meh. Tel me één ding. Wat motivatie heb je om dit te doen? Ik wil weten wat Kuja mee bezig is. En ik wil ook wel wat meer weten eigenlijk over de planeet Terra. Maakt eigenlijk niet uit wat voor keuze dat je doet. Ik kan het niet weer staan om ergens gewoon in een onbekende plek te komen, hè? Ja, wat denk jij wat we daar kunnen gaan vinden? Ik bedoel, serieus, ik ben nieuwsgierig, ik wil het zien! Heb ik meer ben ik mis? Nee, ik geloof dat je wel gelijk hebt. Iets in die trend, lekker belangrijk. Ik begin te snappen waarom hij won en ik verloren. Nou, begin je het te snappen, weet ik het uit. Ik heb verloren tegen zijn manier van denken. Juist, iets in die trend. Goed, ik wil mijn partymembers terug. Mag ik? Zelda, Towler en toch maar Destiny met zijn gezeur. In-game. Zeg ik even bij.
dat ik die al even terug mag hebben. Nou, we zitten nu 19 minuten in deze aflevering. Er zijn een paar dingen die ik nog eventjes wil doen voordat we dus zeg maar naar richting Shimmering Island gaan. Shimmering Island, die zit namelijk hier. Daar wil ik jullie voor waarschuwen. Op het moment dat je in dit punt zit van het spel, zorg ervoor dat je de Friendly Creature Quest hebt gedaan. Zorg ervoor dat je in Estogaza bent geweest en de wand hebt gekocht, of de staf voor de Towler. En zorg ervoor dat je alle sidequests hebt gedaan die je kunt doen op dit moment. Die ik dus nu ook op dit moment al klaar heb. De Kikker Quest kan gewoon nog doorgaan nadat je zeg maar bij Shimmering Island bent geweest. Maar er gaat heel veel afgesloten worden. En nadat ik het daarover heb, wil ik eerst eventjes nog terug naar Treno. De reden dat ik eerst eventjes nog terug wil naar Treno is dat er zijn hier namelijk een paar dingen te kopen die alleen maar te koop zijn via een veiling. En weten jullie nog de diefkloofs die ik jullie heb laten zien in Daguria, of hoe dat de plek daar ook heet? Die kunnen we namelijk krijgen via de veiling. En dat is de reden waarom dat ik hier eerst eventjes naartoe wou gaan voordat wij naar Shimmering Island toe gaan. Je kunt nog wel naar Treno toe na Shimmering Island, maar sowieso zullen dan sommige dingen veranderd zijn en daar wil je voor uitkijken. Goed. Als ik me niet vergis, zit er ook weer een nieuwe vijand hier. Die we dus zeg maar eventueel kunnen bevechten. Dus laten we daar eerst eventjes naartoe gaan. En laten we even kijken hoeveel challenge dat we hier beneden hebben. Interessant. Laten we maar dat gewoon doen. Ben ik gehield? Ja, ik ben gehield. Oké. Okay. Hallo. Wacht eventjes. Eerst even een beetje abilities veranderen. Even kijken. Auto haste moet aanblijven. HP moet aanblijven. Level up hebben we niks aan. Dan heb ik liever namelijk iets van counter of zo. Level up, bandit, locomotion. En dan moet ik counter aan hebben en MP aan te attack wil ik aan hebben. En dan doe ik maar een auto potion just in case. Oké, laten we het doen. Ik wil met dat monster vechten. En ik ga ermee vechten. De reden waarom is, ik krijg weer heel erg veel geld hiervoor natuurlijk. En ja, het is gewoon handig om te doen. Oké, laten we eens eventjes kijken. Wat hebben we hier? Het is weer een toekomstbeest. Het is een beest die we nog niet tegen zijn gekomen. En dan hoop ik niet dat hij gaat lopen klooien met status effecten. We hebben auto haste, dus we zijn snel. En we hebben counter aan staan. Bio. Dat doet ons niet zoveel, denk ik. Misschien poison. Nee, geen poison. 19 schade, wauw. En daar gebruiken we een auto potion voor. Yay. Oké, mijn beurt. 4400. Dat gaat lekker. Hij doet weer bio. En dan moet hij weten. Jammer dat ik geen fysieke aanval doe, want anders zou ik counter doen. Oh, nou heb ik wel poison. Dat is vervelend, want dat doet best wel veel schade. Oh, hij gaat vliegen. Nou moet ik eigenlijk een antidote op mij zo snel mogelijk gaan gebruiken. Oh, we hebben hem al. Nevermind. Ik dacht dat hij moeilijk zou worden. Ah, hij viel me mee. Oké. Wat krijgen we ervoor? Nou, sowieso geen level up en alles, want ja, het is een side quest dingy. Running shoes. Oh, weer één. Oh, zinloos. Oké, nou eventjes weer de MP attack en counter even uitzetten. En de auto potion, zodat bandit, level up. En welke had ik er nog meer aan? Locomotion toch? Of Bright Eyes? Ik weet niet meer. Doe maar Bright Eyes, we maken het toch uit. Heb jij trouwens ad status aan staan? Nee. Heeft deze een ad status? Nee, oké. Dan is het goed. Dus ja, we hebben de running shoes gekregen. Niet echt iets waarvan je zegt van zo, die moet ik hebben. Maar ja, wat doe je er tegen? Goed, dan willen we hier dus zeg maar verder naar boven toe lopen. De reden is omdat hier die veiling zit waar ik het over heb gehad. En daar kunnen we dus zeg maar voor binnen. Een beetje de windwekenstijl, als je het mij vraagt. Als we dus hier binnenkomen, today's items. Red tail, zijn we niet geïnteresseerd, zijn we niet geïnteresseerd, zijn we niet geïnteresseerd. Alleen de dark matter die willen we hebben. Dus wij wachten hier heel eventjes totdat de dark matter aan de beurt is. En ik zie jullie dus in een seconde. Oké, dan gaan we beginnen met de Dark Matter. 2700 chill en het geld daar gaat omhoog, joh. 1220 al, of 12.200 al. Anymore? Ja, op Anymore wil jij dus zeg maar bieden. En we hebben hem al gelijk. Zo, dat duurde niet lang. Oké, we hebben de Dark Matter. De Dark Matter is dus een secret summon voor Zelda. Op het moment dat jij die equipt... Even kijken, hier hebben we hem. Kunnen we Odin leren. Odin is de summon die Clara heeft verslagen. Hij gaat nou een kleine pauze nemen. Kun je naar binnen lopen, kun je weer terug... kun je naar buiten lopen, kun je weer terug naar binnen te lopen. En gaan we kijken wat hij dan heeft. Weer die Red Tail, Fairy Earrings, Yoon's Mirror en Thief Gloves. Nou, hier zijn we alleen maar geïnteresseerd in de Thief Gloves. Dus zoals net zal ik jullie dus weer meenemen op het moment dat we bij de Thief Gloves zijn. Geef hem een seconde.
Oké, de Thief Glows. 4500 beginnen ze mee en zoals je dus ziet, die biddingen die gaan gelijk omhoog. Nou, vergeet niet, dit item is dus de kraften van een zwaard en een sterke armband. En kost nog eens een keer 50.000 om te gebruiken. Nou, laten we eens even kijken wat we met de veiling zeg maar hier kunnen doen. Oké, we zitten nou op 19.000. Bijna 20. 21 al. Ah, dit gaat nog wel even zo omhoog. Maar sowieso is het nog een stuk goedkoper. Het is nog sowieso 50% goedkoper als dat we hem echt zelf zouden moeten gaan maken. Ga zelf niet bieden. Wacht tot ze klaar zijn met bieden en tot hij zegt anymore. Daar wil je op wachten. Dat is jouw cue om een bid te geven zoals we hebben gedaan met de Dark Matter. Oké, we zitten op 24.000. Bijna 25.000 daar. Oké, 25.300. Ze willen hem wel heel erg graag hebben, zeg. Wat moeten hun ermee? Anymore, daar is onze cue. En een honderdje erbovenop. Hou je kop. Wij hebben hem gewoon voor 50% korting. Plus nog eens een keer geen gebruik van die items. Dit is geweldig. Dit is echt heel erg fijn om dit te hebben. Nou, die willen we dus gelijk geven aan onze zeep. En dan leert hij dus zeg maar Master Thief. Die ik eigenlijk wel wil equippen. Hoeveel kost Master Thief eigenlijk om te... Even kijken, want volgens mij heeft hij al bijna alles. Waar staat hij? Master Thief. Daar, 5. Dan kom ik er net even kort voor. Waar zorg ik Master Thief eigenlijk? Wat doet hij? Steals better items. Ik weet niet, heeft dat effect op ook de goede items van de bazen en zo? Ik denk dat ik die dan wel wil equippen, maar... Dan doe ik Autolife uit. Die heb ik nou niet meer even nodig. Oké, nou Master Thief, want we komen best wel veel bazen dadelijk nog tegen. Ability up, ja, want je bent weer iets aan het leren. En doe maar locomotion, dat je geen stop kan hebben. Oké, dat zijn eigenlijk een beetje de items zeg maar, die je dus zeg maar nou kan krijgen. Als je nou weer naar binnen toe gaat, dan zul je dus zien dat er nou niet echt veel specifieke items meer zijn. Nou, even kijken. Weer die Red Tail, Doga's Artifact, Yoon's Mirror en een Reflectring. Nou, een Reflectring, mocht je die nog niet hebben om auto-reflect te leren, kun je die dus zeg maar hier nog een keer te pakken krijgen. Kan handig zijn. Maar goed, met dat wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. In de volgende aflevering wil ik dus nog heel eventjes achter de Stellazio collectie die we nog gemist hebben. Offscreen ga ik eventjes beginnen met de kikkerquest nog om wat extra kikkers te halen. Zodat we in disc 4 de 99 kikkers kunnen behalen en dus weer een secret boss tegen kunnen komen. Vergeet niet, op het moment dat jij zeg maar richting Shimmering Island toe gaat, zit je tegen disc 4 aan. Maar goed. Dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Heb je nog vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!